Yo, what up, champs? Welkom vandaag bij een gloednieuwe video. Vandaag sta ik hier naast de one and only El Boone. Hoe is het met je, bro, te beginnen? Hoe is het met jou, man? Ja, gaat lekker, man. Gaat lekker. We zijn hier bij Glory 90 op dit moment. Mooie kaart op zich, kunnen we vertellen. Wat kunnen we verwachten van de avond? Ik denk wel een spectaculaire wedstrijd. Namens Andy Assembly versus Anwar. Dan heb je Nabil. Ik ben daarvoor gekomen. En dan heb je nog een paar anderen die moeten vechten, zoals Tushasi en wat heb je nog meer? Genoeg. We hebben een hele mooie kaart eigenlijk gewoon bij staan in één keer. Genoeg spektakel, dus ik ben benieuwd, man. Precies. Hebben we ook al een kleine voorspelling misschien voor wat gevechten voor vanavond? Bijvoorbeeld de main event of de co-main event? Ja, ik kom voor Nabil en Nabil gaat winnen, man. Ja, man. Hoe gaat hij winnen? Hè? Ja, maakt niet uit. Hij gaat gewoon winnen. Of het een punt is of een knockout, hij gaat winnen, inshallah. Ja, man. En de main event misschien, want dat is toch wel echt een underdog die net opkomt tegen de champ in één keer. Ja, klopt. De underdog, maar dat moet je niet onderschatten, snap je? Dus iedereen ziet hem als een underdog, maar als hij denkt van ik ga winnen, dan gaat hij winnen. Ja. Dus, je weet maar nooit. Ik ben benieuwd. En die Sammy heeft heel veel ervaring en die andere wat minder ervaring, dan noem je een underdog. Maar ik ben benieuwd, man. Is er een vechter waar je je vinger naar durft te wijzen van die gaat toch wel de main event winnen? Nabil. Nee, de main event. Oh nee, ik heb niemand. Nee, daar. Ik ben gewoon benieuwd. Ik ben, okay. Ik kom gewoon om te kijken. Andy Assembly, dat is meer ervaring. Anwar, daarentegen. Maar dat zegt nog steeds niks. Snap je? Want de partij kan altijd alle kanten op gaan. Snap je? Nee, dat is waar. Dat is het mooie van vechtsport ook eigenlijk. Hè? Ja, toch? Ja, precies. En dan nog een vraagje. What's next voor jou? Wanneer kunnen we jou weer terug gaan zien? Eerst volgende gala, man. Eerst volgende gala volgend jaar 2024. Okay. Ik denk dat het in maart zal zijn, inshallah. Dus dan zal ik weer knokken. Netjes. Ja, toch? Heb je al een kleine voorspelling voor je partij? Winnen. Yeah. Ik heb mijn laatste partij verloren. En eerst volgende partij zal ik weer winnen, inshallah. Oké. Okay. Knockout, punten? Maakt niet uit. Is goed. Ja, man. Is goed. Top. Dankjewel, man. Dankjewel.